Ja, weer een domper na gisteren. Is deze misschien nog wel zwaarder? Ja, we hebben vandaag echt ons niveau niet gehaald. Dus dat is extra teleurstellend. En dat we dit toernooi niet winnend hebben afgesloten. Kan je dan zeggen dat het verlies van gisteren er misschien toch ietsje meer ingehakt heeft dan je zou willen? Ja, maar nou, dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Want we hebben na gisteren wel echt de knop omgezet. Maar ik geloof dat het in... je moet het met acties laten zien. En vandaag waren onze acties niet goed genoeg. Met name onze blok en verdediging vond ik slecht tegen China. En daar hebben zij goed gebruik van gemaakt. Ja, het doel was een medaille. Kan je dan zeggen dat het een verloren toernooi is? Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar het is op dit moment wel heel teleurstellend. Ja, er zijn wel leermomenten uit dit toernooi te halen. Jullie hebben geknokt als leeuwen. Ja, we hebben vaak tijdens wedstrijden nog wel uit de achterstand dat we terug konden komen. Vandaag helaas niet. Dus we hebben wel veerkracht gedurende dit toernooi getoond. Maar ja, om zo'n toernooi wil je winnend afsluiten. En het is nu gewoon zuur. Ja, ze zeggen wel eens dat je dit soort wedstrijden moet spelen om uiteindelijk ook groter te worden. En dan hebben we natuurlijk op de Olympische Spelen ook al het brons verloren. Hoe kijk je dan naar de toekomst? Dus met Robin de Cruijff misschien bij en Femke? Ja, en Nika Daaldrom niet te vergeten. Weet je, ons doel is nog steeds... Dit WK was een medaille ons doel en straks is Tokio 2020 kwalificeren en dan ook goud. Dus nu de teleurstelling verwerken en dit weer meenemen naar volgend zomer. Ja, je staat hier natuurlijk nu onwijs teleurstellend, maar dit is wel historisch, moeten we ook niet vergeten. Jawel, maar ja, het was pas historisch voor ons geweest als we hier een medaille hadden gepakt en op dit moment voelt dat niet zo. Kan je zeggen, als je eerlijk bent of niet, dat dit het maximaal haalbaar is eigenlijk? Nou ja, als wij vandaag zo spelen, dan is China beter. En daar moet je ook realistisch in zijn. Vandaag hebben we ons niveau niet gehaald. Dus gisteren waren we close tegen Servië. En konden we aanhaken. En dan stonden we in de derde set ook nog voor. En nu liepen we vanaf set 2 en set 3 telkens tegen een achterstand aan. En tegen China konden we dat vandaag niet dichtkrijgen. Dankjewel. Volop live topsport? Ga naar Ziggo Sport op kanaal 14. Gratis voor Ziggo klanten.